Ja, ik zit hier in de oude bibliotheek in Oldebroek tussen een aantal heren in. En die heren die hebben heel wat te vertellen. Ik heb hier zelfs een wereldkampioen naast me zitten. En ook leden, die hoor ik net, die bijna 25 jaar lid zijn, ook mooie prijzen gewonnen. We gaan dus even over hebben van waar we hier nou precies bij zitten. Johannes van Oenen. Wij zijn lid van de vogelvereniging Vogelvreugd Oldebroek. De vereniging bestaat al vanaf 1958. In 1983 is het een lid van onze vereniging gelukt om ook wereldkampioen te worden met een witte kanarie. In 2015 is het mezelf gelukt met een stam. De kleurslag is zwart Urmo, geel intensief. Je hebt het over de wereldkampioen, ja. en over de kleuren. Waar wordt op gelet? Bij een stamvorming is het de uniformiteit van de vogels en van de kooi. De kooitjes zijn aan de buitenkant zwart, binnenkant wit. Stokjes gelijkkleurig, voerbakjes gelijkkleurig, waterpotjes gelijkkleurig. En de vogels, dat is het belangrijkste, die moeten dus ook gelijkkleurig wezen. Hans, dan heb je het over hè, dat je wereldkampioen bent geworden, maar hoe ben je geïnteresseerd geraakt in vogels? Mijn moeder was een groot vogelliefhebster en ik hielp haar heel veel met de vogels. En ze was slechte been, ze was ziek. Ze is overleden in 1990. En vanaf dat moment dacht ik, het is eigenlijk wel een vreselijk mooie hobby. Want de laatste dagen dat ze leefde, ging ik hier naar de Talter toe en bekeek ik een vogeltentoonstelling. Dat wou ze toen graag, dat was de vogeltentoonstelling van Vogelvreugd. En ik kwam op die show en toen dacht ik, zo, dat is leuk. Het is niet zozeer het zingen wat mij trekt, maar gewoon de kleurslagen in deze vogels kweken in het geheel. Dat gaat al tot, meen ik, tussen de 380 of de 400 kleurslagen. Iedere keer kan er weer een nieuwe factor of een nieuwe kleurslag bij ingekweekt worden, zodat die kleurenreeks zich helemaal uitbreidt. En daar was ik zeer in geïnteresseerd. In die periode dat mijn moeder overleed, heb ik ontzettend veel bij de vogels geweest. Vogels is een stukje natuur en het geeft je rust. Je bent bezig met die beestjes en het oudje in je gedachten daarbij. Je kan je gedachten verzetten. Ik wist dat die wereldshow eraan kwam hier in Rosmalen in 2015. Ik zei vanaf nu gaan we vogels aankopen en bijkopen. De geschikte partners daarvoor om helemaal naar die show toe te werken. En dat heb ik gedaan vanaf begin 2012. Want dat is eigenlijk de enigste prijs die ik nog mis. En nu, 3 jaar later, hebben we dus gericht naar deze kleur toe. Omdat dat altijd al mijn lievelingskleur was. En heb ik dus ook gigantisch veel prijzen mee gewonnen met die vogels. Door de jaren heen. Ik ben al 10 keer ben ik Nederlands kampioen geworden. Door de jaren heen. Vanaf 1990. Weet je nog hoe vaak? Alles bij elkaar. Ik heb het niet opgeteld. Laatste keer in januari had ik 9 keer goud, 2 keer zilver, 1 keer brons. En ja, ruwe schatting loopt misschien wel naar de 40 keer. Zo. Je had het over de kleur van de vogels. Heb je daar, kun je dat zelf ook bepalen hoe dat gaat? Hoe werk je daaraan? Die groene kanarie waar ik mee begonnen ben, daar heb ik een rode factor in gebracht. Ja. Dat noemen wij de Urmo factor. En die Urmo-factor die haalt heel veel zwart weg en hou je dus een gele vogel met zwarte strepen boven. Deze vogel die heeft zilver gewonnen in zijn groep op de wereldkampioenschappen. En deze vogel die heeft dus de opaalfactor. En wat doet een opaalfactor met een vogel? Die keert als het ware het zwart om. Dus normaal ligt het zwart boven op de vogel. De opaalfactor die keert het om en komt het zwart aan de onderkant. Kijk, aan de onderkant van de staartpen is die zwart. Ja. En de onderkant van, maar dan moet je mij opblazen in de veen, is hij dus ook zwart. En bovenop is hij dus licht. Ja, en ik zit hier niet alleen bij Hans, ik zit hier ook bij Jan en Jan. Ja, vader en zoon. Vader en zoon. Ja. Altijd makkelijk, als ik Jan zeg, dan reageert er altijd wel iemand. Ja. Jullie hebben ook prijzen gewonnen. Ja, ik heb de meeste prijzen gewonnen. Jan die was net debuten. Die had 91 punt, net debuten. Oké, okay, maar waar hebben jullie prijzen mee gewonnen? Met een roodbuik. Met een roodbuik. In 1929 hebben ze hier een wereldkampioenschap gehad in Amsterdam. En het was ook een buitenlander.
En die heeft die vogels hier naar Nederland gebracht. Dat was onder andere Peli, de beruchte voetballer. Bent u al lang bij de vogelvreugd? Nou, 20, 25 jaar. Maar ik ben eraan gekomen door de familie van de Kruisweg. Ik weet niet, die ken. Die beide jongens die fietsen toen in die tijd. En we waren allebei de kampioen op de baan en zo. En ik had ook een zoon. Dat was de jongste, die wilde ook beginnen te fietsen. En dan kom je daar in contact met die mensen. Ook een fietsje kopen en ook vogels. En van één koppeltje komt twee koppeltjes. En dan weet je het wel als de giet, hè. Dan is het uit, handgelopen hobby. Nou hoorde ik dat jij ook bij Man bij het Hond bent geweest. En dat er nog een hele nasleep heeft. Klopt. Ja, in eerste instantie wilde ik het niet geloven. Totdat de bus van Man bij het Hond bij mij voor de deur stapte. En toen dacht ik, vrek. Het is menens. En er zijn veel opnames gemaakt. Ik denk ik wel zo'n 4,5 uur. En ja, dan zie je er tenslotte maar 3 minuutjes van op tv. en dan zie je uitspraken waar een totaal ander verhaal op zit. Dat zie je dan veranderen in een uitspraak waarvan je denkt, ai. Ja, dat was je niet helemaal mee eens. Dat heb ik niet gezegd. Nee. Ik heb het toen gelaten zoals het was. Ik denk, ik zie wel wat ervan komt. Voor 2 weken geleden, toen werd ik gebeld weer van Man bij de Hond. En die vroeg mij of ik er belang bij had om bij De Wereld Draait Door, of ik daar dus voor een filmopname wou komen. Omdat dat fragment van mij van 2004, dat staat nog steeds bij de beste 10 fragmenten na deze periode. Oh. Die ben van Jan, die. Ja? Dat is de Groenbang. De Groenbang. Maar de Groenbang heeft net niet gewonnen. Nee, net niet gewonnen. Nee. Ja, en is dit de eerste keer dat u met wedstrijden meedeed of deed u al vaker mee? Ik? Wij? Ja, jullie? Ja, altijd. Altijd. Je kunt niet zo prakken zien. Soms 7 tentoonstellingen in 1 jaar. Moet je daar ook heel veel tijd voor uittrekken om die vogels zo te krijgen zodat je prijzen wint? Ja, heel veel ja. Ja. Maar dat vind je niet erg? Nee. Heeft de ene Jan de prijs gewonnen en de andere Jan niet, maar dat komt vast nog. Ja, ja. Ik heb nog zelf gewonnen en ik probeer dat mijn opvolger nog over te gaan komen. Die gaat voor goud? Ja, daar probeer ik nog met hem. Daar ben ik mee bezig uiteindelijk en dat is mijn wens. Nou, dan komen we terug als jullie goud hebben. Ja, ik hoop het. Ja? Ik hoop het, ja. Ik wens jullie heel veel succes en ga voor het goud. Hele verhalen gehoord over de kleurkanaries. Van Hans en van Jan en Jan over de roodbuikvogel. En een groenbank. Ja, het was wel heel interessant, vond ik. Moet ik wel zeggen. Ik hoop dat de mensen die kijken het ook heel leuk vinden. Jullie hebben allebei de medailles om. Klopt. Ja, hoe voelt dat? Dat je een prijs gewonnen hebt. En vooral, best de grote, hè? En vooral die de gouden, ja. Die. Dat is toch iets wat ik dus missen in mijn collectie medailles. Ja, en nu Hans, nu heb je goud, je bent wereldkampioen. Ja. Wat ga je nu doen? Zorgen dat we dat nog een keer worden, denk ik. En je been kunnen staan? Als vogelaar en tentoonsteller ga je eigenlijk maar voor 1 prijs en dat is de hoofdprijs. Volgend jaar zijn de wereldkampioenschappen in Portugal. En ik denk dat ik zeker daar mijn vogels naartoe ga. Ja, dan horen we vast nog hoe het afgelopen is. Ja. Ja, ik wens je heel veel succes. En tot de volgende keer. Dankjewel. Ja. Jan en Jan ook heel veel succes. Ja. Ik probeer het even in mijn opvolger te krijgen uiteindelijk. Ja. Wel of niet, ik kom ook aanbieden op leeftijd uiteindelijk. En dat probeer ik toch weer door te geven. Uiteindelijk. Ja. Dat is wel eerst mijn grote wens. Nou.